superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie in deze video mijn avondroutine laten zien. En wat wij nu 's avonds dus doen, nu dat we thuis in quarantaine zitten. Na het avondeten ga ik als allereerst 's avonds First Dates kijken. Dat vind ik zo'n geweldig programma. Heerlijk, romantisch. Soms juist ook weer helemaal niet. Maar ik vind het superleuk om te kijken of ze bij elkaar passen en of ze uiteindelijk ook met elkaar verder willen daten. Heerlijk om bij weg te zwijmelen. Dus daar begin ik als allereerst mijn avond mee. Ik pak er dan ook vaak een lekker kopje thee bij en ga dan daarmee op de bank zitten om het programma te kijken. En de thee die ik deze keer dronk was de Enchinaka thee, wat een naam zeg. En dit is een thee van Yogi met rooibos en cardamom ook erin. Ook nu dat het gewoon warm is, blijf ik de kaarsen aansteken 's avonds in huis. Want ik vind dit gewoon zo enorm gezellig en leuk staan. Het creëert zo'n warme sfeer en juist het hele interieur komt er ook tot z'n recht, zeg maar. En ja, ik vind het gewoon super cozy staan. Dus ook nu het warm is, gewoon blijf ik de kaarsen aansteken. Daarna ga ik mediteren en dit is iets wat ik toch eigenlijk wel in mijn routine probeer in te bouwen om 1 keer in de 2 dagen te doen. Want als ik dit niet inbouw, dan vergeet ik het heel snel, terwijl ik er juist super veel baat bij heb. Het helpt me juist heel erg om weer tot mezelf te komen, om rustig te worden. Als ik gewoon klaar ben met mediteren, ja, dan heb ik niet meer die stem in mijn hoofd die van alles zegt. En je ziet het ook gewoon op mijn gezicht. Ik lach gewoon heel erg en ik voel me gewoon echt super prettig. Daarna gaan we een spelletje doen. En het allereerste spel wat we gaan doen is Levensweg. Dit vinden we allebei een superleuk spel om te spelen. En daar ben je ook wel even zoet mee. Dus Levensweg it is. Eerste spelletje gewonnen. Tweede spelletje. Maar daar ben jij beter in. Tweede spel. En daarna dus Cluedo. Ook weer zo'n leuk spel. Heel ander spel. Maar superleuk omdat je juist hierin heel erg de detective gaat uithangen. En dat vind ik echt geweldig om te doen. Lekker goede vragen stellen. Op onderzoek uit. En er op die manier achterkomen wie nou degene was die iemand heeft vermoord en met welk voorwerp en waar. Daar moet je uiteindelijk achter zien te komen. En dat door middel van allemaal vragen te stellen aan de ander en door naar verschillende kamers te gaan waar aanwijzingen in liggen. De telefoon jaagt iedereen de stuipen op het lijf. De speler die de kaart met de studeerkamer heeft, legt hem omhoog de goede kant. Zo kun je er op die manier achter komen wie dus in de vraag envelop zit. Wie het zou hebben gedaan, dus met wat en waarom. Of waar. En ook dat spelletje had ik weer gewonnen uiteindelijk. Iets wat ik vaak 's avonds ook doe, is in mijn positiviteitsboekje schrijven. En dit is niet zozeer een positiviteitsboekje, maar meer een dankbaarheidsboekje. Dus ik schrijf hier alles in waar ik dankbaar voor ben. En ja, eigenlijk dus ook de positieve dingen in mijn leven. Maar juist ook heel erg van, wat heb ik nou gedaan wat ervoor zorgt dat ik me prettig voel? Dus, waar ben ik heel erg dankbaar voor op dit moment? Dus ik ben heel erg dankbaar dat mijn relatie goed loopt. Ik ben heel erg dankbaar dat ik investeer in mijn relatie. Ik ben heel erg blij dat ik lekker buiten heb gewerkt bijvoorbeeld. En juist door ze op te schrijven, voel je ze nog extra in je lichaam en in je systeem. En ben je niet zoveel meer bezig met alles wat beter kan, met fouten die je eventueel gemaakt hebt die dag. Of ja, fouten, gewoon leermomenten die je gehad hebt die dag. Ik ben zelf bijvoorbeeld dus ook perfectionistisch en daardoor ben ik zo snel geneigd om te gaan kijken wat kan er allemaal beter. En wat ging niet zo lekker vandaag. En juist door zo'n dankbaarheidsboekje ga ik me veel meer focussen op wat gaat er nou wel goed. En ja, wat
Wat mag ik vasthouden? Waar word ik blij van? En raken ik die gevoelens gewoon wederom op? En ben ik dus veel meer bezig met het positieve dan met het eventuele negatieve? Nou, rond 10:30 gaan we ongeveer naar bed altijd. En ja, ik zeg ook we, want meestal zijn we allebei tegelijk moe en gaan we dus allebei tegelijk naar bed toe. Vinden we gewoon gezellig samen naar bed gaan. Of ja, oké, dit klinkt heel raar. Jullie snappen wat ik bedoel. En dus ga ik mijn tanden poetsen en mezelf klaarmaken voor bed. En ga ik ook mijn CBD-druppels tot me nemen of in me nemen. En dat doe ik door 3 druppels onder mijn tong te druppelen en dit 30 seconden in te laten werken. Wanneer jij druk in je hoofd bent, wanneer je veel aan het piekeren bent, wanneer jij heel veel in je hoofd zit, werkt dit echt top. Maar het zorgt er dus heel erg voor dat jij kalmeert en dat jij niet meer gaat piekeren 's nachts. Dat je gewoon lekker slaapt, dieper ook slaapt. Echt, ik kan het iedereen aanraden om het aan te schaffen. Tot rusten, superleuk dat je gekeken hebt naar deze video. En ik zie je heel graag volgende week terug bij een nieuwe video. En dat zal zijn hoe ik mijn haarroutine doe. Of althans, niet hoe ik mijn haarroutine doe trouwens. Maar tips hoe je het beste je haar verzorgt, zodat je lang haar kunt krijgen. Dus hoe je het beste lang haar kunt creëren. Super bedankt dus voor het kijken en ik zie je snel.